Ja, dit is een rare middag voor je geweest, of niet? Ja, ja, dus dat zijn niet de meest prettige manieren om uiteindelijk een wedstrijd te spelen. Zeker als je de koud inkomt, dan is het erg moeizaam. En zeker met een vrije trap dan gelijk waar je toch gelijk aan de bak moet. Dus eerlijkheid gebied te zeggen dat ik eerder begin dan dat ik inval. Nou ja, die vrije trap die keerde je. Daarna gelijk nog een grote kans die je tegen kon houden. Ja, zit je er dan meteen lekker in? Ja, dat is wel het beste. Kijk, als je die vrije trap erin schiet, dan heb je ook zoiets van, dan sta je er maar voor niks. Dus nu is het wel lekker dat je dan inderdaad gelijk op die manier in de wedstrijd zit. Anders moet je toch weer ergens iets vandaan halen. En dat geldt ook als je begint. Als je de eerste bal gelijk pakt, dan zit je er gelijk goed in. Dus dat was vandaag ook zo. En dan winnen jullie hem. Ja, je eindigt 10-10, maar met 10 man tegen 11 winnen jullie hem gewoon. Beetje onverwacht, want was het die tweede helft dat jullie dachten van, die 0 ook wel prima? Ja, nou ja, ik denk dat we, als je in de rust zegt van blijf 0-0, dan teken je daar gelijk voor. Het is wel zo dat we gewoon een hele sterke organisatie kunnen spelen. En dat we het dicht kunnen houden. We krijgen sowieso al weinig goals tegen. En dan is het lekker dat die bal nog één keer goed valt. Ik denk dat het niet heel terecht is, maar dat zijn wel de lekkerste uiteindelijk. En je plekje weer afgedwongen nu, want jij hoort er gewoon te staan, vind je natuurlijk. Het is een beetje een rare situatie bij jullie, toch? Ja, ik vind wel dat ik eigenlijk hoort spelen. En dat is niks ten nadele van Gerard, want wereldgozer en heb het hartstikke goed gedaan. Maar ik denk dat ik in de wedstrijden dat ik speel wel heb laten zien dat ik in principe hoort spelen. Dus hopelijk dat nu wel zo is. Ja, bij de televisie zijn we dol op statistieken. Jij zelf ook, want we kijken dan maar hoe vaak jij de nul houdt en hoe vaak je collega de nul houdt. Weet jij die statistieken? Nou, ik weet wel dat ik een aantal keer de nul heb gehouden. En Gerard zei het net al van weer de nul. Dus dat betekent ook een biertje op donderdag van de teammanager Gerrit Pijs. Dus die neem ik met alle liefde weer aan. Als je de nul houdt, krijg je één biertje. Ja, dan mag ik een biertje. En als ik niet de nul houd, dan moet ik hem een drankje geven. Dus dit wordt een duur jaar, denk ik, als het zo doorgaat. Ja, want inderdaad, 6 duels. Hoeveel keer de nul? Ik dacht 4 keer. 4 of 5 keer. 4 keer, dat klopt. En zonder jou, 11 duels. Hoeveel keer de nul? Ik denk 0 keer. Ja. Ja. Ja, of het geluk is of dat je het afdwingt, dat laat ik even in het midden. Maar het zijn in ieder geval statistieken die voor mij heel positief uitpakken. Dankjewel.